Broers en zusters, een baie hartelijke welkom aan u vanoggend bij hierdie eredienst. My vrou is daarom vandag saam met my. Sal onthou, laas week was sy nog een bietjie siekerig in die bed, vandag is sy daarom saam met my hier. Ek kan nou nie sien so in die licht waar sit sy nie. Maar sy sit hier ergens die licht daar van achteraf maak, dat ek hier in die middelkool nie mooi kan sien nie. O, daar sit sy, excuse. Ek wil daar nog net vir u sê, so vooraf, ons het dit amper ook nie gemaakt nie, ons het gister by ons kinders in haar bespoort gekeer en op pad terug, een reuse slaggat in die pad gedreven en twee, hoe sê hulle in goeie Afrikaans, twee rims van die kar afgeskryf. Toe was het een hele story om uiteindelijk by die huis te kom en ons kar ingesleep te kry en by die huis terug te kom met die kindse kar, maar ons is daarom hier vanochtend. Ek moet dit vooraf vir u net noem, die collectes, die collecte onder die dienst, is vir die Trans-Oranje Instituut, met die deure gaan het vir dankoffers. Ons gaan vooraf saam sing uit Psalm 118 vers 12 en daarna die wotum en seengroet. Ons hoop is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, en wat trouw bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus, door die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou gaan ons Heere loof en saam sing uit Psalm 18, ons gaan vers 1, vers 16, en ook vers 20 sing, Psalm 18 vers 1, 16 en 20, en daarna, terwijl ons staan, gaan ons ons geloof bely.
Ons gaan nou in die woorde van die 12 artikels of apostoliese geloofsbelijdenis ons geloof bely met alle gelowiges oor die hele wereld heen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. In Exodus 20 vind ons die wet van die Here. En iets wat ons baie dikwels miskyk in die wet, is dat die wet gegee is nadat die Here sy volk verlos het. Hy gee nie die wet so dat hulle verlos kan word en deur gehoorsaamheid aan die wet nie, hy gee hulle eers verlossing. Hy het hulle eers gered. Dit staan baie duidelik hier heel aan die begin van die wet. En so lees ons dit ook vandag, omdat ons verlos is deur Jesus Christus, moet ons ook aan God gehoorzaam wees. Exodus 20, die wet van die Here. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As gemeente gaan ons antwoord op die wet van die Here en ons gaan saam sing uit Psalm 119 en ons gaan verse 51 en 52 saam sing en daarna saam verenig in gebed. Vers 51 en 52 van Psalm 119. Thank you.
ons Vader wat in die hemel is, in dankbaarheid kom ons voor U wat die levende God is van hemel en aarde. En ons wil U loof en prijs, niet maar net door ons sang nie, maar ook door ons teenwoordigheid hier, ook door ons luister na U woord, door ons gebed, en ook elke dag in elke ding wat ons doen. Want U alleen moet aanbid word, U alleen moet vereer word, want buiten U is daar geen ander God nie. U alleen is die schepper van alle dingen. U alleen is die verlosser, wat ons vry maak van sonde schuld. Want dit moet ons voor U bely, Here, dat ons elke dag faal daarin om U alleen te vereer. Dat ons self so dikwels en so makkelijk die middelpunt van ons levens word, alsof alles rondom ons draai. En dan vergeet ons dat aan U alle eer en lof toekom. En daarom pleit ons ook om vergifnis, pleit ons dat U door U Heilige Gees en door U woord so in ons sal werk dat ons toenemend meer en meer op U alleen gefokus sal wees. U alleen sal vereer met ons gedagtes, ons woorde en ons dade. Ons dank U, Here, dat ons hier saam kan wees om U woord te hoor in ons eie taal, zodat ons het kan verstaan. En ons gebed is dat U deur U Gees so in ons sal werk, dat ons harte en ons ore oop sal wees om duidelik te hoor wat U sê. En dan nie maar net by U hoor te bly nie, maar ook te gaan doen soos U in U woord van ons vereis. Want so eer ons U groot en heilige naam. Ons bid dan in besonder, Here, ook vir die prediking van U woord, nie maar net vandag hier nie, maar op soveel ander plekke in ons land en oor die hele wereld heen. Soveel plekke gaan gelowiges vandag bijeen wees in eredienste en U woord hoor. Wil U elke dienst sien, sodat U kerk, U volk daardoor opgebou kan word en toegerus kan word om in hierdie wereld soutende sout, skynende ligte te wees, waar U alleen vereer en verheerlik word. Wil ook so in ons beskeie werk U koninkryk laat kom. Ons bid het alles alleen in die naam van U Seun, wat ons koning en ons verlosser is, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Skrifbereiming 14. Ons gaan al by die verse daarvan sing. Dit is een beruiming van Jesegiel hoofstuk 36 vers 1 en 2 van Skrifbereiming 14. Thank you.
En die woord van die Heere, broer en sister, gaan ek vir u voorlees uit die boek 2 Konings en daarvan die eerste gedeelte van hoofdstuk 5. Dit is een, of het behoort seker te wees, een redelike bekende stukkie geschiedenis oor Naaman wat melaats geword het. Ons gaan vir u lees van vers 1 af tot en met vers 18. Van 2 Konings 5. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was een gesiene man wat die achting van die koning geniet het. Daarom het die Heere een oorwinning aan Aram bezorg. Die man was een dapper soldaat, maar hij het melaats geword. Op een van hulle strooptochte het die Arameers een jong dochterkie uit Israël ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gezond maak. Naaman het by die koning gekom en om meegedeel wat die dochterkie uit Israël gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met een brief na die koning van Israël toe. Hy het vertrek in 342 kilogram silber, 68 kilogram goud en 10 stelle kleren met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israël toe gebring. Dit het so gelui, ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gezond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeure gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand aan my toe stuur, om hom van sy melaatsheid gezond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elia, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israël sy kleren geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het u die kleren geskeur? Laat Naaman na my toe kom sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israël is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gezond word en rein wees. Naaman het vererg weggerin gesê, ek het daarom gedink hy sal uitkom en gaan staan, die naam van die Heere sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damascus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israël nie? Kan ek maar nie daarin was, om rein te word nie? So het hy woedend daar vandaan weggery, teruggery. Sy ambtenaar het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gezond geword soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israël. Aanvaar asseblief hier die geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Heere leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief vir my 2 muilvragte grond laat kry nie? Daarom wil ek brandoffers en ander diereoffers bring net aan die Heere, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding wat die Heere my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimon toe gaan om te aanbid,
en ek hom moet vergesel, en ek dan in die tempel van Rimon aanbid, wanneer hy daar aanbid, mag die Heere my dit vergewe. Ons sal tot daar lees, en ons gaan focus op vers 3, die woorde van die klein dochterkie, aan die vrou van Naaman, waar sy sê, ach, as meneer net met die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gezond maak. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, wiskunde is exact, precies, is altyd diezelfde. Twee is altyd twee, is nooit drie nie. En twee plus twee is altyd vier, dus nooit vijf nie. Die wiskunde van die Bijbel is echter anders. En de mens huiver half om dit te sê, maar uit ons oogpunt, menselijkerwijs gesproken, lijkt die wiskunde van die Bijbel al verdag. Iemand het zelfs op een keer gesê, die wiskunde van die Bijbel is afgrijselijk. Nou, om dit te beweer, zal waarschijnlijk een hele klompie mensen nogal rooi laat zien. Maar oorweeg toch net die volgende paar voorbeelden. In Matteüs 20 vertel ons Here Jezus een gelijkenis van een boer en zijn arbeider. En hierdie boer het werkers op verschillende tijden van die dag gehuur. Die eerste is vroeg in die ochtend, en toe weer teen 9 uur, teen 12 uur nog een paar, so ook teen 3 uur, zelfs enkel is teen 5 uur die middag. En voor elkeen het hy precies diezelfde vergoeding gegee, ongeacht van hoe lang hy gewerk het. Nou, dit kan toch nooit correct wees nie. Hoe het hierdie boer sy somme gemaak? Wat se soort boekhouding is dit, wil een mens vraag. Een ander keer het Jezus by die skatkis gestaan en kyk hoe mense hulle dankoffers gee. Nou, was mense wat groot somme geld in haar die skatkis gegooi het. Ook een weduwee, wat net twee klein muntstukkies ingegooi het. En dan sê Jezus, sy het meer as enige iemand anders gegee. Hoe klop dit? Hoe werd dit? Denk maar aan die herder, wat die 99 skape los, om die een wat verloren geraak het te gaan soek. Hy vind daar die een, alles goed en wel, maar wat as hy by sy terugkomst vind, dat nog 20 ander ook weg is? Want hy was nie daarom al op te pas. Dis was nie logisch om so iets te doen nie. Hoe maak so een boer sy somme? Een laaste voorbeeld. Maria salf Jezus' voete met een geweldige duur nardesolie. Die koste daarvan is soveel soos een arbeider se hele jaar se loon. Nou dink 'n bietjie daaraan, hoe maak jy hierdie berekening? Jy sien wat dit gaan kos, jou hele jaar se inkomste, en toch doen jy dit. Is dit dan een wonder dat die disciples gesê het, maar dis vermorsing? Laat die mens nogal dink aan een gelijkenis wat Kierkegaard, die filosoof, vertel het. Hy sê, het dief het by een groot afdelingswinkel ingebreek, maar hy het nie een enkele item gesteel nie. Al wat hy gedoen het, is om die prijse van items om te ruil. Die volgende dag is daar duur juweliersware teen een verspotte goedkoop prijs verkoop en nagemaakte juwele wat teen duisende rande te koop aangebied word. En weet jy, dis hoe die evangelie is. Dit verander al ons idees oor wat betekenis en wat waarde het. Want eerstes is nou laaste. En leiers is diensknegte. Jy moet jou lewe verloor om dit te behou. Wie groot wil wees, moet klein word. In die Bijbel werk dinge nie soos ons dink dit behoort te werk nie. Dis telkens anders
totaal anders als wat ons normaalweg sal verwacht. En so is het ook in hierdie verhaal, hierdie geschiedenis van Naaman die Melaatse. Hij was een belangrijke man, een man van aanzien. Hij was die hoof van die leer van Aram. Hij het die achting van die koning geniet. Hij het groot veldslag gewen. Hij was een dapper soldaat. Hij is die hoofspeler in een stukje geschiedenis wat voor ons hier in 2 Konings 5 opgeteken is. En toch, al is hij die hoofspeler, is Naaman niet die held van die verhaal. Zoals in enige goede roman is daar een onverwachte draai in hierdie verhaal. Want die held in hierdie story wat hier vertel wordt, hierdie geschiedenis wat vertel wordt, is niet een soldaat nie. Is ook niet een koning nie. Is ook niet een prins nie. Nee, die held is eindelijk een heldin. Een klein dochterkie. Waarschijnlijk zo 12 jaar oud. Zij kon zelfs dalk ook nog jonger geweest zijn, misschien zelfs 8 of 9 jaar oud. En zij maakt haar verschijning heel aan die begin van hierdie verhaal in net 3 versies. En dan lees ons nooit weer van haar. Zo vinnig als wat zij bij toneel verskyn het, net zo vinnig verdwijnt zij weer. Zij is niet een hoofkarakter nie. Zij is maar een van die bijspelers. Haar rol is zo klein dat haar naam niet eens genoemd wordt. Zij blijft onbekend. Zij is net die dochterkie. Van haar afkomst, van haar familie, weet ons eenvoudig net mooi niks. Ons weet zelfs niet eens wie haar ouders was. Nie. Al wat ons weet, is dat zij door die Arameers uit Israël ontvoer is en dat zij nou als een bediende werk in die huis van Naaman. In die wereld van grootname, van konings, van die hoof van die leer, tel sy glad nie. In die samenleving staan sy op die heel onderste trappie van die leer. Sy is maar net een bediende, een slavin, in een belangrike man sy huis. En boonop was sy een blote kind. Ons sê vandag nog, al werk het dalk seker nie oral so nie, dat kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. Maar sy moes zelfs niet eens gehoor word nie. Soos Lafin was altijd, moes altijd op die achtergrond wees. Ongemerkt, ongehoord, ongezien, daar moes sy haar werk doen. By dit alles was sy boonop nog een vrou, wat destijds geen status of aanzien gehad het nie. En dan was sy boonop by dit alles een vreemdeling in een vreemde land. Een totale buitenstaander. Maar hierdie dochterkie, sy veroorzaak een reuse opskudding. Nie net in haar eienaar, haar baashuis nie, maar ook in die land. Een enkele opmerking wat sy maak, lei tot een hele kettingreaksie. Haar woorde val in een sekere sin soos een klip in die water, maak een rimpeling wat al verder en verder uitkring. Dit gaan zelfs verder als wat enige iemand ooit kon dink dit moontlik kan wees. Nou, Amon was een groot, belangrijke man, maar daar was een groot maar in zijn leven. Want hij is ziek geworden, hij is melaats geraak. Destijds was dit erger als een doodsvonnis. Een melaatse was eindelijk niks anders als een levende dooie nie. Hy of sy is uit die samenleving, zelfs uit sy eie huis, verban. Iemand wat melaats was, mocht nie nabij ander mense gekom het nie. En niemand het het nabij aan een melaatse gewaag nie. Een melaatse is gedoem tot een leven van afsondering. Een kant, alleen, weg van allemaal. Wanneer ander mense nabij aan hom kom, moes hy al van ver af uitroep, onrein, onrein. Wat enige mens wat het gewaag het om nabij aan een melaatse te komen, het ook onrein geword. En moest dan zelf in afzondering gaan leven. Daarom is melaatse werkelijk soos die pes vir my. Verstoot uit die samenleving.
En met sy melaatsheid het Naaman sy hele lewe in duie gestort. Sy hoë posisie in die samenleving het eenvoudig niks meer beteken nie. Hy kon nie meer voortgaan met sy werk nie. Hy kon andersins daar nog gezond en sterk gewees het, maar hy was medisch ongeskik. Eers is hy vereer vir sy dapperheid, nou is hy een verskrikking vir allemaal. Eers was hy een vertrouweling van die koning, nou is hy een verleentheid vir die koning. Eers het hy in hoë kringe beweeg, nou het selfs die boemelaars om vir my. Selfs sy huwelik was waarschijnlijk daarmee heen, want hy kon nie meer in sy eie huis bly nie. Een melaatse sou werkelijk Psalm 102 vers 3 uit ons psalmboek met oorgawe kon sing. Eensaam voel ek, weggevlug in die woestyne soos die reier, beeld van die verlate leier, soos een uil oor bouval heen sit in tuur, soos ek alleen. Nou is het so in ons gejaagde, holdigte, bolder lewe, begeer elkeen van ons dikwels so een bykie tykie van afsondering, van stilte. Net so een bykie uit die stroom uit te kom, asem te skep, die batterij te laai. Ons wil wegkom van die selfoon waarmee ons ooral opgespoor word, van een oorloosie wat elke dag jou lewe dikteer, weg van die druk en die spanning en die hoë spoed waarmee alles gebeur, weg van mense en eise en aansprake op jou tyd, om net een bykie alleen te wees, eenkant op jou eie, voordat die stroom jou weer inslik en jou meesleer. Maar vir my laatste broer en sister was dit sy dagelikse lot. Niemand na by jou nie. Niemand wat aan jou raak eers nie. Niemand wat jou met 'n soen groet nie. Almal vermy jou, hulle vlug weg, hulle gooi jou selfs met klippe, as jy te naby aan hulle kom. Die woorde van 'n klein dogtertjie bring echter 'n reuse verandering in die melaatse Naaman se lewe. Dit lyk asof het sommer so 'n terloopse opmerking was, teenoor haar eienares. Miskien was het selfs 'n wens wat sy net hoorbaar uitgespreek het. Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy meneer van sy melaatsheid gesond maak. Sy het seker nooit gedink dat hulle na haar sal luister. Wie is sy in elk geval? Waarom sou iemand hulle aan hierdie klein dogtertjie stuur? 'N blote kind, 'n bediende, 'n uitlander. Se vraag, broer en sister, op ons nie ook dikwels deur ons eie gevoel van minderwaardigheid, van kleinheid, gekniehalter word nie. Luister maar hoe praat ons baie keer van onsself as gewone lidmate. Of nog erger, as leke. Asof ons nie iets kan doen nie, asof ons nie in staat is tot iets nie. Ons voel baie keer dat dit wat ons doen, is nie regtig van waarde nie. Dit beteken nie veel nie. Ons tree op, asof ons nie 'n plek in die kerk het nie, behalwe dalk 'n sitplek op Sondag. Ons het te min kennis, ons is te klein, ons is te min. Dit is verskonings wat ons gereeld dikwels hoor. So het Moses ook gereageer toe die Here hom geroep het. Hy sê, ach Here, ek kan nie goed praat nie, ek praat swaar, my tong sukkel. En wanneer Jeremia as profeet geroep word, is hy antwoord, ach Here my God, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. En deur die eeuwe was daar baie wat in hulle voetspore gevolg het. Mense, gelowiges, kinders van God, wat onmagtig gevoel het om iets te kan doen. Mense wat met menslike wiskunde somme gemaak het en die verkeerde antwoord gekry het. Ons vergeet te maklik die Here se woord, se boodskap aan Siri Babel.
Nie met mag en kracht zal jy slaag nie, maar deur my gees. Misschien het hierdie dochterkie slavin iets hiervan verstaan. Want sy het haar deur niks laat verhinder om haar eienaar van Elisa te vertel nie. Sy laat haar nie afsit deur haar status in die samenleving nie. Sy spreek woordelik nog nat achter die ore. Sy moet nie eens gesien word nie, wat nog van gehoor word. Maar hoe dit ook al mag sy, haar woorde word toch gehoor. Een enkele opmerking wat sy gemaak het, keer na Aman sy hele lewe om, ten goede. Haar woorde lei daartoe dat hy uiteindelik van sy melaatsheid genees word. Maar het stop nie daar nie. Naaman gaan gesond terug na sy eie land toe. Nou, dit alleen moes 'n opskudding daar in sy land, in Aram, veroorsaak het. Dat iemand van melaatsheid genees raak, was eenvoudig ongehoord. Dit het net nie gebeur nie. Volgens menselike berekening, met menselike wiskunde, menselike somme, kon so iets nie gebeur nie. Dit was 'n totale onmoontlikheid. Dit was soos om 4 by 4 te tel en 20 te kry. Maar hierdie dogtertjie slavin se woorde, hierdie dogtertjie wat sonder naam was, haar woorde gaan selfs nog verder. Want Naaman vat 2 muilvragte van Israëlse grond saam. En dit sou sekerlik nie ongemerk verbygegaan het. Hoekom 2 muilvragte grond? Wat wil hy daarmee maak? Dis seker 'n vraag wat Naaman honderde kere moes beantwoord. Waarom het jy hierdie grond hierheen gebring? Eindelijk is die antwoord baie eenvoudig. Hierdie grond, broer en suster, het Naaman se preekstoel geword. Want hy het 'n boodskap saamgebring om in sy land te kom vertel. Daar is geen God op die hele aarde behalwe in Israël. Sien nie wat gebeur met 'n enkele sinnetjie van 'n naamlose slavinnetjie. Sien nie hoe ver trek dit oor alle grense heen na 'n heidense land, selfs tot in die koning se paleis. En hoeveel mense se lewens is nie daardeur verander en gered nie? Ons moet die dag van klein dingetjies verag nie, broer en suster. Godse somme lyk anders as ons. En hy kry ander antwoorde as ons. In sy koninkryk is eerstes laaste en laastes is eerste. Swakkes is die sterkes. Armes is die rykes. Wie homself gering ag soos 'n kindjie is die belangrikste in die koninkryk van Israel. Soos ons hier sit, is waarskynlik almal van ons een of ander tyd in ons lewens gedoop as 'n klein kindjie. Nou die al mooi gaan dink oor wat gebeur. Hoe op die oog af dit eintlik 'n kom ons sê baie reguit 'n onsinnige handeling is. Want wat kan 'n paar druppeltjies water tog doen? Dit is skynbaar net so onsinnig soos Naaman, soos Elisa se opdrag aan Naaman, gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Maar Naaman het gesond geword, hy is genees van sy melaatsheid. Het die water iets daarmee te doen? Het die water van die Jordaan een of ander wonderkrag daarin, dat het hom gesond kan maak? Is daar een of ander magiese krag in die water van die doop waarmee jy gedoop is? Nee, glad nie. Dis God wat werk. Dis God wat Naaman gesond gemaak het. Dis God wat in jou doop gewerk het. En hy maak in die doop 'n onverbreekbare belofte. Want hy neem jou aan as sy kind. Hy was jou van al jou sondes in die bloed van sy seun. Hy wil deur sy Heilige Gees in jou woon.
Dit is een paar druppeltjes water wat op jou gevallen. Maar die rimpelings daarvan gaan tot in eeuwigheid. Want God, en dit is wat ons moet raak sien, God wil elkeen wat in sy naam gedoop is, in sy dienst gebruik. Klein en groot. Hij wil jou gebruiken soos hy hierdie dochterkie slavin sonder naam gebruik het, om sy boodskap uit te dragen. Niet maar net om te vertellen van die profeet in Samaria nie. Nee, om uiteindelijk vir die wereld te vertellen van die profeet wat aan die wereld toegekom het. En hier sien ons weer eens hoe anders om Godse wiskunde werk. Want hier die profeet, hier die redder van die wereld, het sonder mag en aansien gekom as 'n pap hulpelose babiekie. Ons denkt nooit doelbewust so daaraan nie, maar het u daaraan gedink al, dat hier kom God naar die wereld toe, sy seun kom hier nou, die almachtige, en hy moet leer loop, hy moet gevoer word, hy moet leer praat, maar dis hoe God werk. Boonop kom hy in die gestalte van een slaaf, een gewone mens onder mensen. Hij was zonder aanzien, hij is veracht, hij is door die mensen verstoot, hij sterft hulpeloos aan een kruis. Voor die wereld onzin, dwaasheid, dis die verkeerde antwoord. Maar voor hulle wat gereed wordt, is dit die kracht van God. Want hij brengt niet maar net genezing, hij gee eeuwige lewe. En is hierdie boodskap wat vandaag nog rimpelend al verder moet uitkring. Gedra deur nietige klein mensies, moet het gaan tot in die uithoeken van die wereld. Hoe gebeurt het? Hoe kan jij daarin betrokken wees? Broer, dan sit er hierdie boodskap van verlossing weer klink in elke trooswoord aan het treurende. Dit wordt gehoor in die bemoediging van de moedeloze. Dit echo in die liefdevolle vermaning van een zondaar. Dit wordt geproe in een bord kos voor een hongerige. Dit wordt gedrink uit een glas water voor een dorstige. Dit spreek uit de bezoek aan een zieke of een bejaarde of een gevangene. Klein dingetjes, nietige goed, onbelangrijk op je oog af, niks zeggend, nietig. Maar het alles vertel van een profeet wat gekomen het en redding gebring het voor verloren zondaar. En daarvan moet elkeen van jullie, deel hê. Moet niet dat iemand jouw jonkheid veracht. Moet niet dat iemand van jou sê, als het hier oor gaan, wat weet jij, is bloot een kind. Moet niet dat jouw kleinheid jou verander nie. Moet niet jouw blindstaar in jouw eigen zwakheid nie. Moet niet dat ons in die kerk, ons kleine getallen, voor jou een struikelblok word en jou verlam nie. Moet nie toegee aan die menselijke ek kan nie. Ja, moet nie dat menselijke wiskunde voor jou een verkeerde antwoord gee nie. Ja, moet nie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Dat vir die wereld onrein is, wat vir die wereld onsin is, excuse toch, het God uitgekies om die geleerdes te beschaam. Wat voor die wereld zwak is, het God uitgekies om die sterkes te beschaam. En wat voor die wereld zonder aanzien of betekenis is, ja wat niks is niet, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maken. Gaan wees zelf een boodschapper
in die kracht van Godse geest. Niet met mag en kracht zal jij slaag nie, maar door my geest. Vertel vir allemaal van die profeet. Jy sal nooit weet hoe ver jou boodskap trek nie. Amen. Ons gaan voordat ons saam bid, sing uit Psalm 8, waar juist gesing word oor kleinkinderkies, wat Godse roem verkondig. Dis die eerste, die tweede en ook die zevende vers van Psalm 8, en daarna gaan ons saam bid. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons moet voor u bely dat ons baie keer so min van onszelf dink en onszelf so gering ag dat ons verlam raak en nie in staat is om werkelijk in die koninkryk diensbaar te wees. Het ons so makkelijk wegskram van dinge af asof dit onmoontlik is. En dan vergeet ons dat u deur u Heilige Gees in ons werk. En dat ons nooit sal weet hoe ver dit het ons doen wat ons praat sal gaan. Waar dit op die aarde gaan draai nie. En daarom wil ons bid, Here, dat u vir ons hier die kinderlike geloof sal gee. Om eenvoudig net te doen en te praat en uw naam te verkondig voor die hele wereld, sonder om bang of skaam te wees, sonder om te huiver. Wees u ons nabij deur uw Heilige Gees. Heere, ons dankie vir seëninge wat ons elke dag uit uw hand ontvang, vir lewe en gezondheid en vir krag en vir voorspoed, soveel dinge wat baie keer vir ons doodgewoon in alledaags is, asof ons daarop reg het. En dan vergeet ons dat ons alles wat ons het, uit u hand ontvang. Leer ons dan ook om dankbaar te lewe, en om dit wat u vir ons gee ook reg te gebruik, om u naam so te eer. Baie mense het dit swak in die lewe,
Daar is soveel mense wat ziek is, in hospitale of wat thuis verpleeg word. Mense wat in groot eenzaamheid hulle dae moet deurbring. Mense wat vervolg en verdruk word omdat hulle nie glo. Ek dink aan mense wat hartseer is, wat in die afgelope week ook by oop graf moes staan. Ons bid Here dat u in u genade elkeen sal vertroos en versterk en bemoedig. Maar bo alles, bid ons dat u ons sterk sal maak om ook te troos en te bemoedig, te ondersteun, om as gelowiges ook na mekaar uit te reik met oop harte en oop hande en iets van u liefde ook onder ons sigbaar te maak. Wil ons so ook in hierdie gemeente nabij wees, dat ons werkelijk ook in hierdie gemeenskap waar u ons gestel het, geken sal word as mense wat vir mekaar omgee, wat omgee vir u kinders, wat in liefde uitreik na allemaal wat verlore is, zodat u evangelie ooral kan weerklink en u uitverkorenes geroep kan word, en die koninkryk in heerlijkheid mag kom. Ons dank die Heere vir die land waarin ons kan woon, met al die seëning wat ons hier mag deel. Ons bid dat die ons ook in hierdie land sal bystaan om werkelijk die lig helder te laat skyn. Ons bid vir hulle wat ons moet regeer, wat u daar gestel het, dat u hulle sal lei om ons goed te regeer, daar ook rustigheid en vrede in die land kan wees. Voorspoed vir allemaal, seëninge vir allemaal, en die naam ook so verheerlik kan word. Maak ons allemaal, Heere, bo alles aan u gehoorsaam, om waarlik as u kinders te lewe, en u alleen te eer en te verheerlik en te prys, in alles wat ons doen, elke dag van ons lewe. Gee ons die kracht daarvoor. Ons pleit dan ook, Heere, dat U ons sal vergewe waar ons nie doen wat reg is nie, waar ons nie leef soos U kinders nie, waar ons op ander dinge vertrou, op ander plekke ons heil soek. Vergewe ons en lei ons deur U woord en gees op U pad. Ons vra dit van U om Christus wil alleen. Amen. Nadat die collecte opgeneem is, broer en sitter, gaan ons saam sing uit Skrifberuiming 24. Ons sing die tweede en die sesde verse daarvan, vers 2 en vers 6 van Skrifberuiming 24 na die collecte.
voor ons met die seën kom, broer en sister, kan ek vra, dit lyk vir my, ek ken die melodie nie baie goed, en ek vra om verskoning daarvoor. Ons kan hom sing, wat die oralis kan vra, op Psalm 118 se wyse, kan ons nie maar daarop weer een keer sing. Dit is net, mense daarom die eredienst op so'n manier kan afsit, ons lekker kan saam sing ook, en ek het nou een wysie opgegee, wat jy nie baie goed ken nie. Sal jy omgee? Ok, ons gaan hom weer sing, dan heb die wysie van Psalm 118, het pas baie goed daarby. Onder die sienende hand van die Here word hy nou die wereld ingestuur om daar elkeen een draar te gaan wees van hierdie nieuwe reddingsboodskap. Die Here sal jou sien en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.